Het is 1 januari 2024. En dan wordt op Nieuwjaarsdag de Nieuwjaarsduik gedaan. Overal in Nederland, maar ook in Blauwe Stad. Ja, heerlijk hè. Een mooie verfrissing. Doe je dit wel vaker? Ja, nou, sowieso elk jaar. Ja. En in één keer weer nuchter hè. Ja. Heerlijk. Krijg je dan niet het idee van dit moet ik wat vaker doen? Jawel, jawel. Jawel. Misschien ga ik het dit jaar ook wel doen. Mooi voornemen. Zeker. Jammer dat het regent hè, want we worden helemaal nat. Jammer. Vreselijk, hè? Ja. En koude voeten, verder van op mee. Nee, maar voor de... Ja, is goed. Lekker? Heerlijk. Is het voor het eerst hier? Ja. Ja, ook voor het eerst. Ja, voor herhaling vatbaar? Absoluut. Ja, we zijn al 20 jaar hier, maar dit is voor het eerst. Ik heb het hartstikke koud. Ja, wel lekker. Ja? Word je er lekker wakker van? De hele kater is weg? De kater is weg. Ja, had je niet? Beetje. Heb je het een beetje koud? Ja, een beetje, weet je. Het valt mee, hoor. Je bent ook met je hoofd onder water. Dat is extra koud. Ja, zo hoort het, hè. We moeten niet halve werken leveren. Dat... En met jou? Ja, eigenlijk wel lekker. En ja, weer verfrissen, hè. Een nieuw jaar in. Dat zeker weten. Goeie start. Ja, dat is het. Dat is het. Ga je er nog weer in? Nee, we zijn er 2 keer geweest. Oh, goed zo. Ik denk dat het nu goed is. Het wordt wel steeds beter. Dank je wel. Hey, jij dan ook mee? Oh, ja, tuurlijk. Ja, als je het organiseert, moet je er ook in gaan, hè? Goed voorbeeld doet goed volgen. Goed voorbeeld doet goed volgen. En hoe is het water? Het water is koud, maar als je er eventjes in bent, dan voel je het lekker branden op je lichaam. Heerlijk. Het prikt. Het prikt een beetje, ja. Ik heb gelezen dat het 6 graden is. Ja, veel warmer is het niet. 6 graden boven, 6 graden beneden. Dus, Ben je tevreden over de opkomst? Ik ben heel tevreden over de opkomst, ja. We gaan weer richting de 200, dit was vorig jaar, dus dat is hartstikke goed. Ja, heel blij mee. Geslaagd. Super geslaagd. Je kan wel een beetje promotie maken voor het koude water. Het oog van de nieuwjaarsduik, hè? Mooi, hè? Ja, lekker, man. Ook gezellig. Veel mensen. Hartstikke goed zo. Organisaties tevreden, hoor ik net. Nou, ja, wij ook, denk ik. Als ik dit zo zie. We hebben lekker gedanst, gesprongen, gezwommen. De beste wensen trouwens nog. Maar dit is voor herhaling vatbaar, hè? Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Ja, doen we dat? Wat mij betreft donderdagochtend en maandag volgens mij. Maandags en donderdagsochtends. Ook hier hè? 9 uur 's ochtends op dezelfde plek. Wees welkom. Wij doen het al een hele tijd en het bevalt heel goed. En ik voel me er heel fit bij en ik kan het iedereen aanraden. En niet alleen op nieuwjaarsdag, maar ook altijd.
uit. Ja, dan ga ervoor. Wat zie je er mooi roze uit. Ja, ja, dat krijg je als je in het koude water gaat. Hè? Hoe voelt dat? Ja, prima. Ja? Dus ja, ik ben al een paar maanden koud en douchen. Dus, dus ik ben al een beetje gewend. Dus, goede voorbereiding. Ja, inderdaad. Dus, dit doet jou dus niks? Nou, nee, niet zoveel. Dus dat valt mee. Dus ja, het is gezond, zeggen ze. Ja. Dus, wat is het voordeel van koud douchen en in dit koud water? Ze zeggen dat je bloedsomloop er beter van wordt en dat je immuunsysteem er beter van wordt. Dus, dus dan dat gaan we. Hoe geloof jij? Ja, dat weet ik niet. Nee. Maar het kan nooit kwaad, denk ik. Nee, dus, ja, toch? Zijn dus, minder de startend van de dag. Ja, inderdaad. Van dit jaar. Ja, gelukkig nieuwjaar nog trouwens. Ja, gelukkig nieuwjaar. Ja, helemaal goed. Mooi jaar. Dank je.